De politiek in Den Haag is niet blij met de renovatie van het Binnenhof. Vanaf 2020 gaat het politieke centrum van Nederland ruim 5 jaar dicht. In Den Haag zijn ze bang dat veel toeristen vanwege de renovatie het af zullen laten weten. Als het hier 5,5 jaar in de stijgers komt te staan. Het eerste jaar staan die toeristen een beetje bedremmeld te kijken. Maar die vertellen ook wel thuis dat het in de stijgers staat. Als dat 5,5 jaar zo doorgaat, kan ik me voorstellen dat toeristen Den Haag links laten liggen. En dat is natuurlijk het ergste wat kan gebeuren. ProDemos leidt dagelijks zo'n 150 dagtoeristen rond op het Binnenhof. Zij staan voor een enorme opgave, omdat het parlement tijdelijk wordt ondergebracht in het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Binnenhof is natuurlijk een attractie op zich. En als dat niet meer zo toegankelijk is, of mogelijk helemaal niet, ja, dan is denk ik daar toch wel iets wat erop verzonnen moet worden. Dus men wil toch wel dat mensen blijven meemaken wat er hier gebeurt. De renovatie biedt ook kansen. ProDemos hoopt dat na de verbouwing het Binnenhof toegankelijker wordt voor bezoekers. Want nu is het zo dat je overal heb je die beveiliging. Nou ja, daar stuit je ogenblikkelijk op. Maar als je dat opnieuw kunt ontwerpen, dan kun je ook gebieden hebben waar die beveiliging misschien niet zo streng hoeft te zijn. Hè, waar je toch ook heel veel kunt meemaken. Dus je kunt het inrichten, eigenlijk vanaf het allereerste begin, ook met het oog op hoe zorgen we ervoor dat heel veel mensen kennis kunnen maken met wat het parlement doet. Gaat het Binnenhof dan echt helemaal op slot? Nee, want de troonrede tijdens Prinsjesdag blijft gewoon in de al jaren geleden gerenoveerde Ridderzaal.